Bedankt voor je vraag over de distributieriem. Een van onze monteurs legt het je uit in deze video. We krijgen nogal eens wat vragen over de distributieriem. En vooral over wanneer die vervangen moet worden. Kijk, hierin zit die. Het is een gekartelde band die in het kort gezegd voor zorgt dat de motor kan functioneren. Je begrijpt dat het belangrijk is dat die tip-top in orde is. Het is dus verstandig om de distributieriem tijdig te laten controleren. Zeker als je een wat oudere auto hebt. Soms hoor je het al als er iets niet in orde is. Als algemene richtlijn kun je aanhouden dat de riem vervangen moet worden als je auto rond de 10 jaar oud is. Of als de kilometerteller op 120.000 kilometer staat. Als je twijfelt, maak dan een afspraak met je Peugeot-dealer. Wij kennen Peugeot als geen ander en werken met originele onderdelen. Daarmee presteert je auto het allerbeste. Nog een extra tip? Ga niet zelf zitten rommelen met de distributieriem. Hij zit op een moeilijk bereikbare plek en je kunt dit het beste aan een specialist overlaten.